liedje wordt gezongen door een gietje. Dr. Pop! Hoe heet toch die ene plaat? Weet niet eens meer hoe die gaat. Dr. Pop! De Dr. Pop-artek is eigenlijk nooit gesloten. Zelfs niet op vakantie, maakt niet uit. Heb je een probleem, dan moet je dat niet opkroppen. Nee, gooi het eruit. Via de Radio 10-app kun je het inzingen en sturen. Maar het mag ook gewoon via de altijd open deur, het open deurbeleid van Dr. Pop in de praktijk. Radio10.nl/Ekdom in de morgen. Marieke hebben we aan de telefoon met een enorm probleem. Goedemorgen, Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom op de camping. Ja, dank u. Je bent er toch een beetje bij op deze manier. Ja, Marieke, het mooie is, je hebt ons een filmpje gestuurd waarin je het ook zingt. Dat vind ik wel mooi, dat je gewoon dat jezelf gefilmd hebt en dacht, oké, dit is het probleem, hier zitten we mee, wat is dit? Wanneer ontstond dit probleem? Ja, ik had het gewoon opeens omhoog gekregen eigenlijk. Het is wel een echt virus. Je hebt ineens een deuntje in je hoofd, maar waar komt het ook alweer vandaan? En kun je het nog? Ja, mijn moeder herinnert het ook niet. Je moeder weet het ook niet? Oké, okay, dus het is niet alleen een probleem voor jou, maar ook je moeder? Ja. Oké, oké. Okay. Kun je het nog zingen? Ja. Zo ging die hele tijd door. Ik heb zelden iemand naast mij zo raar met vraagtekens in haar ogen zien kijken. Even je zegt, hè? Nou, ja, maar dat komt. Wij zitten wat dichter bij elkaar dan normaal op deze camping. En ik kan dit niet, hè, Dr. Poppen. Jij kan Dr. Poppen niet? Okay. En dan kijk ik naar jou en dan zie ik in jouw ogen ineens zo'n lichtje verschijnen. En dat is het ping-lichtje. Dat je Want dat ik hoor. Ik denk namelijk, Marieke, dat ik dit hoor. Dat klopt. Ja, is dit een... Oh. Ja, hebben we. Oké, oh joh, je zou maar gewoon Spandau Ballet zoeken met True. Ja. Dat is hem. Ik dacht altijd dat hij zo bekend was. Maar dat is ook, maar dan heb je een monsterhit in je hoofd. Alleen weet je de herkomst niet meer te herleiden. Dat is toch altijd mooi. Spandau Ballet met True was een immense hit. Lang geleden, dat wel. Het was jaren 80 natuurlijk. Maar wereldhit, True. Dat is hem, Marieke. Okay. Bel onmiddellijk je moeder op. Zo. Kan ze rustig gaan slapen. Ja. Graag gedaan. Een fijne dag, hè. Dag Marieke. Hoi, hoi. Spandau Ballet. En zo zie je maar, kan het zo ineens zijn dat je noodgeval wordt gehoord via de praktijk. Radio10.nl/actomindemorgen. Als je ook een muzikaal probleem hebt waar je niet de hele zomer mee wil rondlopen. We hebben nog één dag. En dat is morgen namelijk het laatste consult van Dr. Pop. En die gaat met zomerreces. We doen net als de regering zelf. We gaan er even tussenuit. Maar ja, het is heel, heel, heel belangrijk natuurlijk. Zoek je iets, laat het weten. Radio10.nl/actomindemorgen. Ik ga eens even kijken hoe dat met onze gasten zit. Want we zijn natuurlijk op... een prachtige plek aangekomen gistermiddag hier. Tent opgezet, geslapen, de volle... 2 uur. 2 uur. En ik ga eens even kijken, want we hebben heel veel luisteraars... die hier op vakantiepark De Krakeling, want daar zijn we op de camping in Zeist. En ik geloof dat ik echt de vijfde Beatle, hè? Luc Reuvers? De vijfde Beatle. Ja, dat is hem, jongens. dit is Luc. Ja, Luc, welkom, jongen. Dank je wel. Leuk, ja. Dus we ook even uitleggen aan de luisteraar. We hebben altijd iemand die houdt alles voor ons bij. Cijfers, getallen, hoeveel platen er met sterren of met straten in de schatkelder staan. Of in dit geval in de Ekdomino. Jij houdt alles bij. Nou, bijna alles. Maar vooral tussen morgen 6 en 10, dat hou ik allemaal keurig bij. Oké, okay, maar jij bent... we hebben allebei dezelfde tik dan. Jawel, vroeger had ik die tik ook al. Maar heel veel rare andere dingen gedaan. Dan komt de tik vanzelf wel weer terug. Want als je tik hebt, dan hou je hem. Dat klopt. Ja, daar weten we alles van. Je weet er alles van. Maar je hebt ook heel veel platen ook. Ja, we vroeger zijn maar actief geweest in de Utrechtse radio scene bij Domstad, Hof van Holland en dat soort stations. En bij elkaar nog iets van 30.000 van die dingen thuis staan. Maar hij weet waar ze staan, hoeveel, waar ze op alfabet, hoeveel die ervan heeft. Je weet alles. Dat hoop ik wel, ja. Echt leuk. Nou, leuk dat je er bent, Luc. Welkom, de vijfde Beatle van het programma. Zo noemen we Luc al een tijdje. En ik ben toch nieuwsgierig, zijn er hier op dit moment mensen die Kamp Gerard zijn van... Oké, kamperen, nooit van zo lang van zijn leven. Zijn er mensen... Ja?
Ja, ik hoor. Jij wijst je vriendin aan, of niet? Ja. Oké, hallo. Goedemorgen. Wat is jouw naam? Leonie. Leonie, jij zegt kamperen nee? Nee, net als jij. Inderdaad. Wat fijn dat ik iemand gevonden heb. Ja. Maar hoe doen jullie dat? Want is je vriend wel van het kamperen? Meer dan ik, ja. Ja. Dus hij gaat apart op vakantie. Hoe pakken jullie dat aan dan? Compromis. Ene jaar kamperen en andere jaar gaan we vliegen. Maar dan weet je dus nu, oké, we hebben nu een jaar lekker gevlogen. Nu komt er een jaar aan waar ik helemaal geen zin in heb. Nee, andersom. We hebben twee jaar achter elkaar 3 weken regen gehad hier in Nederland. Dus daar was ik wel klaar mee. Dus ik had nu zoiets van, we gaan lekker naar de zon. Okay. En dan zul je zien, dan ga je naar de zon en dan is het ineens dit weer. Waarschijnlijk wel. Ja, maar dat is gewoon het tarten, dat kun je niks aan doen. Dat is gewoon de Murphy's Law. Inderdaad. Maar wel fijn dat jullie er even zijn, want ja, zo kan het dus ook, hè, op lekker luchtbedden liggen. Ja, inderdaad, dat kan ook. We zijn vannacht om 3 uur uit bed gegaan. Dus we komen om hierbij te zijn. Dus we moesten wel even een stukje rijden. Waar komen jullie helemaal vandaan dan? Uit Groningen. Uit Groningen? Ja. Mensen. Ja, respect hoor, jongens. Daar vind ik een applaus voor. Uit Groningen. Jongens, helemaal hier. Nou, fijn dat jullie zijn. Neem nog een extra croissant. Ja, ga ik doen. Ga thuis krijg je het niet. Nee. En nog meer mensen hier toevallig die wel weer heel erg van het kamperen zijn. Even een... Ja? Hier, ik zie al iemand. Iedereen wijst naar u, mevrouw. Goedemorgen. Ik hoef geen u te zeggen, hoor. Ja, ik ben heel goed opgevoed, hè? Oké. Ik krijg ook al u's naar mijn hoofd. Oh, oké. Ja. Nee, ik kom hier al van mijn 15 jaar. Op deze specifieke camping ook? Ja, dus al 43 jaar. En wat maakt deze camping nou zo fantastisch? Ja, dat moet je aan mijn moeder vragen. Oh, mijn moeder is er ook bij. Dag, moeder. Hallo. Vindt u het heel erg als ik u wel u? Ja, prima. Oké. Ja. Want u komt hier ook heel lang? Ja, wij kwamen eerst altijd met een tourcaravan en later een staancaravan en nu een chalet. Dus we zijn gisteravond gekomen en we hier geslapen, want we komen uit Bad Hoeverdorp bij Schiphol, Amsterdam. Dus zodoende. En zij was ingelood en ik mocht met haar mee. Nou, wat gezellig. Dus dit is gewoon een soort thuisbasis. Mijn tweede thuis, ja, klopt. Ja. Maar zit je hier ook dan het hele seizoen? Nee, mijn ouders wel, maar ik kom af en toe slapen. Je kon af en toe slapen, dus vanavond bleef ze slapen? Logeren. Heb jij wel een goed werkend luchtbed? Ik heb een heel lekker bed. Een bed? Ja. Want ik hoorde Evelien net een uur geleden. Die was even op expeditie op de camping. En die liep gewoon een soort woonkamer binnen. Compleet met magnetrons en de koelkast. Tiny house. Zo moet je het doen. Ja, zo moet je het zien. Ja. Nou, het is alles behalve kramperen als ik zo naar jou kijk. Precies, ja. Nou, gezellig. Ze hebben in ieder geval van beide kanten het verhaal gehoord. Iemand die zegt kramperen, no fucking way. En jullie zeggen, het is fantastisch. Precies, inderdaad. Camping life. Nou jongens, ik zit er middenin. Wie had dat gedacht, Evelien? Ach, Geer, het staat je zo goed, jongen. Ja, en ze heeft spijt, jongen. Ze heeft zo'n spijt. Ja, ik heb zo'n slechte nacht gehad. Ja. Karma is a bitch. Echt recht in mijn gezicht ook. En Henk ook, want die heeft namelijk in een airco-loze hotelkamer geslapen. Ja hoor. Hè? Ja. Hij kwam hier echt schuimend de hotel uit. Wij kwamen heerlijk onze tent uit. Ekdom in de morgen. Ouder of nieuwer? Ja, we gaan het weer spelen. Een nieuwe ronde. Ouder of nieuwer? Met kans op €250. Tenzij het helemaal misgaat natuurlijk, dan krijg je de washand. Ja, ook heel belangrijk. Maar Pauline Hazenbos uit Apeldoorn, die gaat het proberen vandaag. Pauline, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed, zenuwachtig. Ja, zenuwachtig en volkomen terecht. Nee, joh. Nee, helemaal niet. Het is toch altijd prijs. Dat is helemaal leuk. Je wint of een washand of een mooi bedrag. Dat zou toch fijn zijn? Ja. Heb je een beetje goed geslapen vannacht? Ik heb het ook weer. Ja. Heb je een beetje goed geslapen vannacht? Ik wel, jullie wat minder hoor. Ja, ik, precies. Nee, ik check het heel even bij de lieve luisteraar. Maar jij hebt goed geslapen. Nou, dat is toch mooi. En ja. Pauline, even nieuwsgierig. Muzikaal gezien, waar hou jij van? Jaren 80. Goh, echt waar? Jaren 80? Oké, nou dat komt mooi uit. Zo af en toe hoor je er wel eens iets van voorbij komen op dit station. Dus nou, we hopen dat het ook veel in de quiz zit. Want ja, je weet hoe het werkt, Pauline. Ja, ik ben er bekend mee, ja. Oké, gelukkig. We spelen 4 rondes. Elke keer krijg je een fragment aan jou. De vraag is het ouder of nieuwer dan het fragment van daarvoor. Je mag na elke ronde stoppen, maar als je zegt ik ga door en je geeft het verkeerde antwoord, ja, dan is het klaar met het geldbedrag. Maar dan krijg je wel de washand. Ah, nou, dat is leuk, toch? En jij mocht meespelen, want jij wist in welk jaar dit en dit was. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Ik ben daar met Vamos a la playa. In welk jaar was dat een hit? 1983. Jazeker, dat is inderdaad het juiste antwoord. En dan gaan we nu beginnen. Wat is het volgende fragment? Ouder
of nieuwer? Ouder of nieuwer dan Vamos a la Playa? Nieuwer. Nieuwer, hè? Wel, ja. Ja hoor, dat is absoluut waar. Ja, The Power of American Natives van Dance to Trance, 1993. €50, ga je door? Ja, ik ga... The Power of American Natives. Nieuwe. Nieuwer. Ja. Nou, dat, ja, je hoeft niet eens te googlen, want het zijn de Google Dolls. En Iris kwam uit 99 moet ik trouwens zeggen, officieel. €100, ga je door? Ik ga door. Oh, sorry. Ouder of nieuwer dan Iris? Ik zeg ouder. Jij zegt ouder. Ja, en dat klopt. Zo, de spanning loopt op. Hè. Wonderful Days, Charlie Lonois en Mental Tia was 1995. €150, ga je door? Ik ga door. Daar komt hij aan. Ouder of nieuwer dan Wonderful Days? Ouder. Jij zegt Kopje. Ouder. Ja. Paulien. Ah! Reep gaat het mis. Dat is jouw jaar. Lemon Tree van Fool's Garden. 1996. Ja, dus dat was nieuwer geweest. Ja. Wat een klerenspel, hè? Eigenlijk wel, ja. Sorry. Maar we sturen jou een waanzinnig dampende washand live van de camping naar jou toe. Nou, ben ik ook heel blij mee. Ja, en dan moeten we toch een soort van conclusie gaan trekken, Evelien. Ja, Geer, ik ben zo benieuwd. Want we hebben dus vannacht gewoon in deze tent geslapen daar. Ja. Toen was al het publieke goddank nog niet. Ja, die hadden echt een hele leuke avond gehad. Ja, als zij voor die dichte tent hadden gestaan en ons alleen hadden gehoord. Je had alleen hele rare geluiden gehoord. Ja. Moet ik er nog één keer uitzenden wat er gisteravond werd opgenomen voor de tent gebeurde dus dit. Oh god, je ligt aan de stekker de hele dag. Dat ding loopt echt gewoon leeg. Mijn luchtbed liep leeg. Zitten we gewoon. Ik ben een hele zo'n kop. Fuck mij! God, wat een Peppy en Kokkie productie. Nou, we hebben wel echt heel hard gelachen. Dat wel. Nou jongens, ik vond het een bijzondere uitzending. Een bijzondere ervaring. Dit was de aflevering vanaf de Krakeling. Vakantiepark de Krakeling. Ik ben trots op je. In Zeist. Trots. Even een applaus aan het publiek hier ook. Allemaal luisteraars, leuk dat jullie er waren. Fantastisch. Een onvergetelijke ervaring. En zometeen, het feest gaat gewoon door. Want wat is er aan de hand? Hij gaat het feest beginnen zometeen 3 uur lang. Jeroen Nieuwenhuizen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka. Het mooiste pak op maat voor je trouwdag.